De presidentsverkiezingen in Turkije krijgen een tweede ronde. Alle stemmen zijn geteld en geen van de kandidaten haalt meer dan de vereiste 50%. Al is president Erdogan er wel heel dichtbij. Hij gaat zelfs ruim aan de leiding en dat werd niet verwacht. Turkije ontwaakt na een lange verkiezingsnacht die geen definitieve uitslag bracht, maar wel een verrassing. Erdogan scoorde ruim 49%. Zijn uitdager Kılıçdaroğlu nog geen 45, terwijl hij in de peilingen nog voor lag. Ja, üzüldük tabii. Biraz üzüldük. Durum olarak üzüldük yani. Daha farklı sonuç bekliyorduk. Diep in de nacht viert de aanhang van de president feest. Vallahi ölümüne Tayyip Erdoğan. Sonuna kadar Tayyip Erdoğan. Arada az bir fark olmuş olsa yani bunu bizim alacağımızı kanaat getiriyorum. Erdoğan neemt in zijn toespraak alvast een voorschot op de uitslag. Milletimize önümüzdeki 5 yıl boyunca hizmet etmeyi sürdüreceğimize yürekten inanıyoruz. Maar ook zijn tegenstander Kılıçdaroğlu noemt de uitslag een overwinning. Voor het eerst in 20 jaar wordt Erdoğan gedwongen tot een tweede ronde. Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek. En die ronde is over 2 weken. We gaan naar Istanbul, correspondent Olaf Koens. Olaf, Erdoğan is populairder dan gedacht. Hoe verklaar je dat? Ja, ik ben bang dat de oppositie zichzelf een beetje overschat heeft. Ik ben hier in de wijk Beşiktaş, een populaire wijk in Istanbul, waar bijna iedereen op de oppositie stemt. Hier werden gisteravond al de voorbereidingen getroffen voor een groot volksfeest. Nou, je begrijpt, dat feest dat kwam er niet. Vanmorgen werden mensen wel wakker en een flinke kater. Gelen sonuçlar ya yine belliydi ikinci tura kalacağı. %50'ye geçmek zor yani. %50'yi geçmek çok zor olacaktı. Biraz beklenilen gibi oldu sanırım ama hayal kırıklığı. Umutsuzluğa kapılmayacağız. Devam edeceğiz. Ben bu seçimde sadece kaybettik diye bakmıyorum seçime. Mücadeleyi daha fazla yükseltmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapacağız. Ja, en het blijft natuurlijk verbazen, ondanks de gierende inflatie, ondanks de enorme repressie in Turkije, ondanks de hulp die na de aardbevingen zo traag op gang kwam, blijft Erdoğan populair. De oppositie wil verbinden, ze willen de democratie in ere herstellen, maar daar heeft Erdoğan totaal geen boodschap aan. Hij gaat de komende 2 weken keihard campagne voeren en zoals het er nu uitziet, gaat hij winnen ook. Olaf Koens in Istanbul, dankjewel.